Nou ja, je hebt hem zeker al op die kassie gezien, als dokter Conrad Bester en die kijkt niet eens die binnenlanders, maar acteur Berg. Is een die bij ons in echt liegen. En met ons is hij liever achter die schermen te En meer specifiek wordt zijn strijd met Andere gebreken hyperactiviteitssyndroom, of ze ons het eigenlijk meer dikwijls kennen als ADHD. Haky, dit is voor ons nou een bijzondere plezier om jou vanavond te hebben. Uh, Dank je wel. Bij dan kreeg je ingekomen. Jij hebt um, ook een boekje geschreven. Um, die boek is mijn strijd met ADHD. En daarin vertel jij wat je beschrijft als amper een onzichtbare oorlog. So, wat is jouw geschiedenis met ADHD? Als je misschien een beetje kan vertellen over jouw kinderjaren en hoe dit begon. Man, Suzanne, toen ik toe jong was en in de laarschool was, is dat niet die, die kindigheid van wat vandaag is, niet glad, niet. So, jij is gebrandmerkt als stout of jij ontwricht die klas, jij hebt pak gekregen en dan het is het juist gegaan en dan je daar ook pak gekregen. So, in dat stadium, ik ontdekte in graad twee, Dit het my groud 200 wyssies res my maag en sê ek gaan in die tronk op eindig. En nou, hulle het gesê ek lei aan 'n dissiplinêre wanorde en nou, ek wil ek weet nie wat dit is nie. Maar as kind besef ek nie daar's iets regtig fout met jou nie. Ek weet net ek was verskriklik geniepsig, altyd aandag gesoek, ongelooflik impulsief, het die gedink wat jy sê nie kon nie stil sit nie. Ehm um, en dit het ongelooflike ontwrigting veroorsaak. Soveel so dat in die laerskool dat ek kon nie regtig hoërskool toe gegaan het nie. Die ehm um, Ons moet zo af speciale antwoorden niet bij specifieke schoolen en um, daar is daar nu met de denk ik eens maar een kind dat zo so als boystaan toe moet gaan. Maar niemand is op die je weet iets je weet wat toe fout is met mij niet. So, en ik kan aannemen dat dit de mens nogal ik meen um, het knauwen mens zekerlijk die knouw die toen ik tu tu eigenlijk wordt het en gradueren die onderwijzers er gaan ek gaan terug te gaan. Toen begon ik te wonder wat is fout met mij en ik denk die geloofssysteem wat kinderen dan opbouwen ze voelen dat ze is niet waardig niet. dat dat doen nie lomp aan die bus nie in nie. Daai ding dink ek veroorsaak meer skade later aan as die jy weet as die diagnose. So dit was moeilik geweest en dan en latere jare dan vind jy eers eintlik uit daar's 'n wortel van verwerping en jy moet daarmee deel. So dit alles gaan nou maar saam met hierdie tipe goed. So ek dink jy dit is hoekom jy eers met verskeie ehm um, ek wil nou nie sê geestesversteurings gediagnoseer is nie, maar jy het baie emosionele probleme gehad voordat ADHD ten nou uiteindelik by jou gediagnoseer is. Wel, kijk, ik Het maar ontsnap. Dat is een combinatie altijd van klompgoed. ik so heb maar ontsnap in en dwalen in drank en partijen. Dit is natuurlijk maar in een, in een plek ingevat... wat. ...mijn verstering verschrikkelijk opgewakkerd. Zo, so, je weet, ik is, is gediagnoseerd met bipolaire 1 en bipolar 2... ...en angstversterings- en depressies en zo'n type goed. Maar het was ook substance-induced geweest. Maar was dit alles waar? Of is dit alles eindelijk maar die ADHD? Nee, nee, ik denk hier zo niet. Het had al verszekermisdiagnoses geweest, verzeker. Ik heet aan depressie gelijk voor een verschrikkelijke lang tijd... Um, en, maar dit, dit was ook, ik denk die grote deel was die was die niet wat niet was nie. En toen natuurlijk wat gebeurde is, omdat ik een recovering addict is, wat niet gebruikte nie die Engelse woord mood altering substances kan vatten, kan ik niet op die conventionele medicatie gaan nie. En die dag toen ik op die medicatie ga niet, tuur ik dingen helemaal van mij uit. So, so, wat is er toen gebeurde? Wel, ek het ehm um, medikasie is wonderlik vir mense wat dit kan gebruik en as jy reg gediagnoseer is en jy jy's jy's deur die hele proses en die regte hoeveelheid word voorgestel vir iemand, dit kan wonder verlig. Maar methylfenidaat of methylfenidaat wat Ritalin, Concerta en daai tipe goeders is 'n mood altering substance en die die molek die die basiese struktuur van methylfenidaat is dieselfde soos met amfetamine wat maar eintlik maar tik is. Nou, ik wil niet mensen moet schrikken als ik het zeg, het is maar zoals een pijnpil, wat een opiat is. En, maar voor mij heeft het, het drastische gevolgen gehad, want ik heb het, het toe begin misbruik. So, vir dit begonnen Zo, voor sommige mensen is het wel nodig en ze moet die medicatie gebruiken Dus voorgeschreven, maar jij, wat, wat heb je toen, alternatieve therapieën gebruikt of Wel, ik moest, ik was op een paar dingen geweest dat het het niet gewerkt. Nie, en mijn leven was totaal en al onbestuurbaar, dus ik heb omtrent alles gebruikt. Er was een stadion in mijn leven wat ik op amper 5000 randse medicatie was, voor sommige alles. En, um, en dat is nog wel lang wat ik medicatievrij is. Ik zie helemaal medicatievrij. So, die prijsdieëren daarvoor, oké. Okay? Um, maar ik zeg altijd van mensen, bij ouders contact mij en hulle lees mijn boek en alles en vragen voor helpen en zeggen, wat moet ik doen? Je weet, ik wil niet meer kind op je medicatie en het verschrikkelijk niet effecten, maar dan is het niet effect. Je weet, wat kan ik doen? En mijn antwoord is altijd een holistische benadering. Altijd. Jij moet kijken naar je slaap. je moet kijken naar je dieet. je moet kijken naar intelligente supplementation. Dat is wonderlijk goed aan bij de kant. Ik heb verschrikkelijk lang mensen gezien, hulp al aan de buitenkant, oefeningen, um, dieet. Het so is een grote combinatie van Merci. goed. Hmm. hoe komt voor dit amper vir een mens Of denk je dit is zo so, dat dat amper dit voel amper van een toename is in, in die ADO? Nee, dat is een verschrikkelijke toename. Maar weet mensen niet meer daarvan? Of denk je dat is raar Al hoe meer en meer kinderen mensen. Nee, ik denk dat is. Ek denk dat is een combinatie van goed. Ik denk mensen worden te makkelijk op medicatie gezet. In zuid-Afrika is die eerste optie meestal is. Je weet dat je kind op medicatie. Dit is absoluut crimineel voor een onderwijzer om voor een, een ouder te zeggen die kind moet op moet gaan. Die, die onderwijzer mag het niet doen. Die kind moet gaan voor een, voor een assessering. Maar, Die kinders van vandag dink ook nie soos ons 20 jaar gelede gedink het nie. Net weet in my boek skryf ek, ek het baie baie navorsing gedoen oor die stimule wat kinders kry en alles. So 'n kind mag dalk die die simptome hê van ADHD. Dit beteken nie hy moet op 'n skedule ses medikasie gaan nie. Maar jy het ek meen jy's baie openlik oor jou dwelm of jou dwelm gebruik of jou dwelm misbruik. Ehm um, watter rol ding jy het dit gespeel in in jou ADHD en ook die medikasie wat jy gebruik het? O nee, dit het dit baie vererger. Baie. So dit is ook hoekom ek sê dit het ehm um, ehm uh, dit het, dit het my adie baie erger gemaak, maar omdat ek te oor daai lyn gestap het en ek het die siekte van addiction met en 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 die siekte is 'n is 'n mental spiritual biologiese siekte. So ek kan geen mood altering substances beheer nie. So die oomblik wat ek Ritalin vat, gaan ek dit begin misbruik. So en dit is as gevolg van my my geskiedenis met dwelmse. Dit is hoekom dit nie met almal so gaan wees nie. So, hoe belangrijk is het voor jou, je weet als een kind, ik meen als een kind, niemand weet wat anders gaat En ook voor ouders, hoe belangrijk is het om goede ondersteuningsbasis te hebben als je kind met die problemen zit? Wat, wat wil jij van jouw ouders Wel, Ik denk um, dat het grootste probleem is, is. En als gaan nu over Creative Kids praten. Ik denk dat het grootste stigma waar is om. Um, ...ander benaderingen te gebruiken om een kind te helpen. Je die hoofdstroomscholen, je kunt moet die hoofdstroomschou uh, je school gedrukt worden, want dat is niet nou maar wat ouders gedoen moet worden en alles. Maar vandaag is dat verschrikkelijk baaier ander met als je kind zo so is. Die groot probleem is, dit is niet te zeggen. Je kunt dit een verschrikkelijke probleem niet omdat hij niet in de klas presteert. So wat moet de doen? Wat is die tekens, denk jij? Want dit lijkt alsof het belangrijk is om een vroege diagnose te krijgen. Ja. Daar is, kijk daar is, ik wil niet, je weet, ik uh, 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 weet van oudens uh, wat rechtig kenners is in die goed, en er is baie kenners aan buitenkant, er is wonderlijk opvoedkundige, zielkundige, er als wonderlijke, uh, wonderlijke mensen om die kind te assesseren, zo so krijg je eerst een behoorlijk assessering, krijg je een tweede opinie en alles, en als beteken, dat betekent dat, je weet, je moet naar baie goed kijken, je weet kijk naar die kind, je kan, kan 50% die, uh, jy weet, kry in kind, je kan 50% verbetering krijgen een kind als je net zijn dieet veranderd, en om die rechten aanvulling schepen, bijvoorbeeld, maar dan, dan um, kijk naar die alternatieve manieren. Um, om je kind te supporten. En dit is alles in je boek. ik ja. so, denk je belangrijke dingen is je moet je moet opletten op je kind toe En dan moet je hulp zoeken daarbij Je Moet niet denken je die ja. kind wat stuit is. Maar ik ons het wel. Daar als ik is er een graag gepraat okay. Creative Kids. Is is school. In remedierende onderwijs wat bij je betrokken is, want jij geluid, dit kan kinders helpen. Absoluut. Zo, mijn hart is om die stigma van het remedierende onderwijs te breken. Okay? Al wat remedierende onderwijs is, is het niet die benadering wat verandert. ander. Okay? Klein klassies, als je op een bal moet zitten en op je klas moet wees en zo so kan concentreren, dit is wat je doen. Die curriculum wordt gegeven. Creative Kids is twee Dat één in Alperton, een één in een Pretoria, Splinternieve Campus. En, um, en die, wat, wat ons daar doen, is, is ons vat die kindse label, of hij ADHD is, dyslexia, dysgraphia, ons doen high-functioning, autisme en alles en so. En ons laat die kind niet uit het probleem. Dat wordt absoluut zijn superpower. En ons gebruik remedierende onderwijs om dan die, die beste uit de uit te krijgen. Het so is ongelooflijk. Zodat so is niet stigma nie? En je moet je kind laten gloeien, je kind is goed. Ja, en... het, ouders, ouders willen niet kinderen kinderen in uh, een school zitten, dat ze denken dat het special needs of hulle denkt dit is. Of ik denk dat het voor speciale kinderen is. Het is glad in het geval, niet. Het is diezelfde curriculum, die kinderen komen daar okay. um, Dit is ons... niet de benadering wat verander. Het is zo so lekker. Ik zal nog half uur met jou gaan gezellig. Baie dank je daarvoor. En uh, dit was de acteur Heikie Berg.